Oké, okay, ik ga opname starten, kijken of de frame rate een beetje te pruimen is. Dit is test 1. Niek, doe die grappige intro eens. Hallo dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van... Link met Sneek. Link met Sneek. Lekker hoor. Te wel gemist de afgelopen dagen. Yes. Zeker omdat het de eerste aflevering is, mis ik het gewoon zoveel al. Eerste. Eerste aflevering, Niek. Wat vind je er nou van? Dat is al de derde keer dat je dat hebt gezegd. Ja, maar ik moet gewoon in de herhaling vallen. Dat is logischer. Weet je? Oké. Okay. Okay. Als jullie nog ideeën hebben voor filmpjes... laat een like achter. Niek, dit ga ik allemaal uitknippen, hè? Dat hele laatste keer. Nee, fuck off. Jawel, ik heb al een introotje gemaakt. Eet je als koffie? Oh, fuck! Wat? Eet ik bij de koffie? Nou ja, koffieboontjes. Koffieboontjes? Waarom ik dat vandaan? Hoe doen we die, die muziekman nou in onze... Oh, die wil je erbij hebben nu, dat kan niet, hè? Nou, niet. Dan hebben we toch geen, Dit is voor mij niet gecopyright. Dit is no copyright shit. Dit is een man. De. Helemaal wild. Doe het niet. Doe je pizza bureau al? Heb je er al in dan, of niet? Ja, Nyan kaart staat nog steeds op. Ja, nee, daar ga ik niet meer in zitten. Is Nyan kaart copyright? Ja, denk het wel. Hey, hij doet het wel. Er zou mijn voice channel in moeten komen nu. Hij komt bij ons. Dat zegt hij, maar... Oh, er moet een puntje tussen. Ja. Daar dat hij niet deed bij mij net. Klopt wel. Het puntje moet zeg maar daarna met aan elkaar zitten. Anyway, nog wat grappigs gebeurd net. Nou ja, de computer liep helemaal vast. Ik deed helemaal niks. Heb je er ook gehoord van onze boy Krempo? Krempo, is hij weer een pedofiel? Ja, hij heeft dickpics het hele internet doorgestuurd. Ja, dat doe ik ook altijd. Ik zou het niet aanbevelen. Oh, ik heb best wel het frame rate verschil hier als ik zelf speel. Wel? Ja. Het is wel te overleven, maar... Ik heb beter op jouw computer, want jij hebt wel een snelle processor. Ja, allemaal alles gaat kapot op mijn computer. Waarom heeft die man nu al een triple kill? Dat ben ik. Wow, plot twist. Nice. Oh shit! Montage. Montage, dit is de Blank Mechanics. We kunnen wel een montage... Nou, dan moet je eerst even zo'n ding verzorgen. Een programmaatje, ik bedoel kopen. Want wij zijn de legale jongens. De legale boys. Die LeBlanc pet doet zoveel damage. Pak die hier. Oh, oh shit, hij was niet incapabel. Vrij incapabel, maar nog niet, net niet zo incapabel. Hij liep letterlijk naar ons toe terwijl we een autotacker waren, dat hij zelf niks aan het doen was. Maar... Nice. Capabel zou ik hem ook niet noemen. Dit video bestand gaat fucking groot worden volgens mij. Nee, valt mee. Ja? Ik had ze net een heel potje opgenomen, dat was echt 300 MB of zo. Oh, serious? Want de kwaliteit ziet er best oké uit. Ja, maar mijn kwaliteit was wel slecht. Ja? What the fuck? Ik weet niet wat je computer hebt gedaan dan. Ik weet het ook niet. Oh, mijn nieuwe LeBlanc zegt veel makkelijker dan oude LeBlanc. Dat heb ik altijd. Er is helemaal geen nieuwe LeBlanc. Deze LeBlanc is al een jaar oud. Ja, maar hallo? Dus, ik heb de vorige alleen maar gespeeld. Ik heb deze nooit gespeeld. Je hebt deze nog nooit gespeeld? Nee. De incapabelheid gesproken. Zo incapabelheid. Ik heb wel gewoon van triple kill gehaald. Zit je deze op YouTube of zit er al in de test trouwens? Ja, ik pleur die test. Je wachtwoord van onze kanaal eigenlijk wel? Nee. Stuur hem maar zo meteen in een bericht. Nice. Ik zou hem niet hardop nu gaan roepen. Oh, ik wou hem in de chat zetten. Oh nee, ik kan hem ook niet messagen natuurlijk, want dan ziet iedereen hem. Ja. Fuck. Na de game. Ik hou er niet zo van, ik niet gewoon. Oh, alles kan ik heb er ook een B aan, een max in plaats van mijn Q. Veel spijt. Met je E-max volgens mij op de nieuwe LeBlanc. B toch? Of Q toch? Wat mensen nu doen. Nee, of eerst E en nu doen mensen Q. Ze laat je mij jou vertellen wat je moet maxen. Hallo? Zodra Emiel er niet bij is.
Nu heb ik niet zo. Oh, ja, als een wilde wijs moet je stoer doen natuurlijk. Ja, als je Emiel moet je onder de indruk van zijn hoor. Nee, die jongen kan zo gewoon een doos donuts in één dag opeten. Als je kijkt naar een. Als je kijkt naar zijn muzieksmaak, dan zie ik het alweer. Ja, even een sexy beer. Geen jongen. Geen coole jongen. Laat ik me mee associëren. Precies. Nou, als ik ook een beetje ver gaan. Je kent die man amper, maar. Wacht, jij bent Enko. Oh, jij bent Caitlyn. Wacht, jij hebt Caitlyn gereld voor Yasuo. Dat is ik ken die man. Ik ken die man helemaal niet amper. Ik ken die man fucking goed. Ik heb hem één keer gesproken vorig jaar of zo. Ja. Nice. En jij gaan we een keer Groningen chillen dan? Je hebt hem waarschijnlijk vaker gesproken dan ik. Ik kan niet mee chillen. Wat? Wat zei je nou? Met je, als er pils is. Ik kan ook gewoon zonder bier overleven, is dat? Niet. Ik ben geen alcoholist namelijk. Maar wat wou je nou zeggen? Dat wou ik zeggen. Wat? Wat bij jou gaan chillen? Nou, nee. Ik ben wel alleen thuis deze week. Ja, dat klinkt een beetje fout nu, Nick. Zo. Komt zin in dat je minderjarig bent en zo. Klopt wel. Nou, deze serie is wel een beetje saai als geen Stijn en Emiel bij zijn. Hoezo, ben ik niet leuk genoeg? Nee, ik ben niet leuk genoeg. Holy shit, die damage van de key, zag je dat? Een beetje depressief, daar komt het door. Hoezo ben je depressief? Kut, ik kan die combo nog steeds niet. Gewoon, alles gaat verkeerd. Is iemand aan het pingen niet? Come on, wat? Man. Wat heb ik hier gepinkt? Heb je me gepinkt? Ik werd gepinkt. Helemaal niet. Oh, dat ben ik. Zag ze schrikken. Dit is mine. Ik word altijd helemaal in de war als ik zeg maar RB druk en dan wil ik nog een keer B drukken, maar dat werkt niet. Dat kan niet. Nee, dit is de reden waarom ik geen... Kan wel? Het kan wel, maar dan ga je gewoon met je been de andere kant op. Maar dan, ik raak dus helemaal in de war als ik LeBlanc speel, als ik level 6 word. Daarom speel ik het champion niet. Wat gebeurt als je ult weet dan? Als je ult weet en dan spring je. Dan, kun je er niet meer, dan moet je met je R-knop terugspringen naar die ult, zeg maar. Dat kan mijn apenbreintje niet aan. Nee, ik kan het nu al niet aan. Terwijl je het uitlegt. Het is niet een heel goede uitleg, maar... Nee, ik wil maar zeggen. En niet kan je de E3 volgen. Nee, waarom zou je? Daar moet de eerste podcast over gaan. E3, maar we gaan helemaal niet heen. Gaan we zonder E3 gaan dit jaar? Ja, ga jij kaart voor de E3 regelen voor 50.000 per stuk of zo? Is nee, zo, waarom is het zo duur? Het is een persevenement, dus je komt er sowieso niet in, gewoon. Ja, tegenwoordig is het meer publieks geworden, maar... Het is zeg maar de bedoeling dat het een persevenement is. Nou, die man moet je echt graag hebben. Maar hebben jullie dat ook, hè? Hey. Oh, hey, Emiel. Waar kom jij nou weer vandaan? Ik hoor ploem ploem geluid. Oh, wacht, ik sta op streamer mode. Dan hoort het ploem ploem geluidje niet. Mijn computer is ook vol. Ik ben echt shit aan het deinstalleren en installeren. Nice. Wij zijn aan het opnemen voor onze eerste video. Dan ga ik even testen. Sappig introotje gehad. Nee, sappig hoor. Introotje, niet te gingen. Emiel, waarom stel je jezelf niet voor? Als een van onze hoofdpersonen. Doe maar. Even zijn teamsong aanzetten. Stonex in de live hier dan. Nick is gelijk helemaal enthousiast. Dan komt Emiel weer voor verpesten. De sfeer verpester. Zijn jullie nu aan het opnemen? Ja. Echt mensen, hè? Ja, ik had het niet helemaal mijn jongens bij jullie mikken. Op 20 op de eerste video. 20? Dat is wel haalbaar. Dat is best wel makkelijk. Als we die fucking idols voor net hadden neergezet, dan hadden we minstens... Ja, je moet ook gelijk al... Nee, je moet ook gelijk al in gaan, hè? Ik heb niet zomaar vakantie. Dus je kan ook gewoon gelijk een stream en zo. Houd toch op, man. Ik kan ook streamen. Ik zeg, ik maak binnenkort zo'n YouTube-video. Ja, jongens, ik heb besloten om te stoppen met school. Ik ga me volledig focussen op... Ja, anders moet je volgend jaar gewoon studie gaan doen. Dat is ook niks natuurlijk. Ja, ik zou ook al voor het YouTube-leven gaan. Je kunt het makkelijk vertalen allemaal. Hoi. Je kunt je gewoon veroorloven, niet. Je woont gewoon thuis, dus. Ja, en anders kon je gewoon bij mij logeren. Je hele leven. Maker studio. Maar zijn jullie niet aan het spelen, of niet? Ja, dat is een adem aan het doen. De enige serie die we op dit moment op ons account hebben. Nee.
Podcast is nog geen ding. Nee, maar er komen ook de memes. Podcast moet eigenlijk in real life. En vlogcast, dan. Nee, we hebben gewoon. Vlogcast. De vlogcast. Vlog. Hoe zeg jij het nou? Vloggen. Vlogcast. Vlogcast, dat is weer iets anders. Zodra een van ons aan het vloggen gaat, worden ze gekickt uit de groep. Ik ben nu een vlog aan het maken. We kunnen wel met Stijn en niet een keer naar jou toe komen, Ben. We kunnen gaan vloggen. Vloggen? Nee, dan gaan we de laatspeel doen. Hoe? Laatspeel. Dan kunnen we wel gewoon in één keer een spel uitspelen. Heb je een PlayStation? Ik heb een PlayStation. Kunnen we wel een spelletje daarop doen? Welke, we doen wel die Until Dawn, ken je die? Ja, die kost nu 15 euro of zo, dat kan wel. Ja, daarom. Die kunnen we wel een keer genoemd. Nee, je moet wel zeggen dat jullie niet eens kopen van jullie YouTube-monies. Oh ja. Dus, en volgens komen dan we echt aan met een spel van 20 jaar oud. De eerste video. Ja. Dus je moet even, hoe heet dat? Je moet even een zo'n page maken. Dat is een donatiepagina. Dat is een donatiepagina. Een donatie. Hoe heet zo'n ding nog maar? Zo'n Patreon. Patreon? Ja, same. Als we 50 subscribers hebben, gaat de Patreon aan. Dus. Die damage, what the fuck. De champ echt fucking dom, de blank. Zie deze mechanic, Sneak. Gaan we ook op andere YouTube-accounts zo neerzetten. Oh, deze game is echt leuk en goed om te kijken. Deze game doet een sappig gevoel in mijn broenkie. We hebben die dat gevoel ook geeft. Check dan mijn kanaal. Om bij elke video van lekker spelen. YouTube. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat je nooit meer doen, Nick. PD. Jaag je mensen weg. YouTube.com/link met Sneak. Hey, Nick. Hey. Lekker spelen ooit. Nick spelen? Nick. Ja. Yeah. Heb ik ooit verteld dat ik samen met een jongen in mijn eerste klas een gemalen journaal maakte? Wat? Nee, wat ongelooflijk gay. Dat deden wij dus. Fucking goed. Wat maakte je? Maar het mag niet meer van de directeur. Wat maakte je? Toen moest je stoppen. Een journaal van onze klas. Oh, een journaal. Wat er allemaal gebeurd is. Ik stond een Gronalius formaal of zoiets. Wat de fuck heeft die man aan het doen? Nee, Gronalius is zo in onze school, maar dat nu weet ik waar ik woon. Nou. Waar je woont. Ik versta niet wat je aan het zeggen bent, man. Dat is even een groot voor. Kom ik even knippen? Ik heb ook een introotje al gemaakt. Ik heb het niet gemaakt, maar ik heb wel... Laat zien dan. Ik heb wel de template gedownload. Je moet gewoon zo'n grappig geluidje en dan onze video laten zien. En dat moet Ik kan mijn geluidje laten video editen. Dan Link met Sneak en dan Nick Scholetje. Link met Sneak? Link met Sneak. Link met Sneak. Nee, gewoon alle vijf door elkaar heen schreeuwen en dan... Nee, dat is fucking mooi. Ik edit jouw geluidje gewoon aan mijn video. Dat is fucking goed. En allemaal op een andere toon schreeuwen. Lee. Nee, alleen niet voor jou. Waarom? Oké, is goed. Oh mijn god. Oh mijn god, Nick, zag je die? Oh! De Dunkaroonies. Doe de broesie. De broesie. Mijn god, waarom maak Simbis die geen filmpjes meer? Ja, die man is wel een beetje... Nieuwe video's waren ook best wel kut hoor. Ja, die waren echt kut. Toen hij met die ene gozer samen woonde, hoe heette die? Mommy, die was wel fucking grappig inderdaad. Die was echt baas. En die chick was... Dat bleek een scammer te zijn. Wat een scammer? Ja. Die man heeft mijn game gekast, daar was ik helemaal trots op. Wie heeft je game gecast? Die mommy. Echt? Ja, dat was ook zo. Ja, daar waren we zo'n random tournament aan het doen. Dat ging iemand casten. Toen was Katie net gereworked. Dan? Oh, toen. Toen die traps daadwerkelijk goed werden. Ja. Toen vond ik de trap placement creatief. Creatief. Okay, dus is hier een inventering slecht. Nee, wat ik met die dingen deed was zeg maar dat je ze een beetje uit elkaar zet, maar met net genoeg ruimte is om te lopen. Dat je zeg maar trash ook makkelijk op kan dieven. Die is vrij klant zien. Tegenwoordig leggen mensen gewoon achter een turret neer en dan hopen ze dat iemand er gewoon een keer iets ziet en dood eraan gaat. Mensen zijn gewoon vieze likkers geworden. Maar dit lach je dacht vanavond Steiner erbij doet. Want je hebt een intro aan het maken. Ja. Waar edit jij mee dan?
mp3kut.net. Zeg daar edit jij mee? Het is wel professioneel hoor. Ja, moet een lachje erachteraan of niet? Ja, doe maar. Dat we moeten ons alle tegelijk het lied met sneak schreeuwen inderdaad. Dat vind ik wel mooi. Alleen niet. Ik vind het ook goed. Het is wel leuk als we het allemaal doen, maar... Maar dan moet je dat zo even opnemen. Ik doe mij de tuin het lachen uit. Nee, je moet ook... Ja, dat kan wel trouwens. Hier, ik kom. En Ben, die van Ben ook. Dat ik shift werkt op turrets, hè? Wist je dat? Ja, mijn lach je toch goed, hè? Nee, die van Ben staat gespeten. Ik kan ook stem performance gebruiken trouwens bij OBS. Je kunt de stem niet herkennen. Doe eens. Ik heb een geile stem. Zag je die burst? Zag je die, Nick? Doe eens een stem voor me. Die heb ik, die kan niet horen wat ik in OBS doe. Dus dat heb ik hem niet gedownload. Oh. Nee, maar OBS heb, toch... Heb je in Discord geen stem voor me? Oh, vast. Je bent best wel goed in LeBlanc trouwens, Emiel. Kom net achter. Nee. Oeh. Ik one-shot iemand, ik ben nu de beste speler in de Hoe wereld. Hoe kan ik in de lead met Sneak recorden? Wat? Jij moet er even op nemen. Heb je gewoon iedereen wat edit software hebben? Ja, dat is niet nodig. Jawel. Het is gewoon Leak met Sneak en dan een stomme lachje. Leak met Sneak. Ja, maar jij moet het niet zeggen en Nick moet zeggen. Zeggen? Nee, want Nick moet het zingen. Moet ik het ook elke keer anders doen of... Opname starten. Ja, eigenlijk moet het net wel lekker spelen dat je het gewoon willekeurig door aan het zeggen bent in één keer. Maar met Link is dat toch een stuk moeilijker. Nou, Nick, zing. Heb go. Link met Sneak. Dat was hem. Ja, dat yes. Grappige geluidje. Dat is een placeholder grappig geluidje. Moet ik er nog iets leuks bij doen? Ja, je hoofd. Die is niet leuk. Gebruik eens een nieuwe video. En dan doen, laten we gewoon de banner zien ofzo. Lekker data. Tijdens het begin? Nee, dan doen we het introotje. Ik heb een helemaal coole intro gevonden. Oké. En dat met een serieuze template en zo. Met allemaal dubstep geluidjes eronder. Wow. Oh, dubstep is niet meer cool tegenwoordig, hè? Nee, Skrillex hoor je ook helemaal niks meer van. Holy shit. Wacht, zitten jullie hier nog? Huh? Oh, jullie zijn er wel. Nee, net mooi. Link met Sneak. Link met Sneak. Loink met Snoink. Kan ook wel. Loink? Loink met Snoink. Ah, van de zomer zit ik echt gewoon ongeveer de hele zomer bij mijn ouders thuis. Mooi. Omdat mijn ouders op vakantie gaan, ik moet op de honden letten. Leuk. Dan ga ik een feest geven in daar maar of zo. En dan komen wij ook wel langs. Yo. Stijn ook al. Ik heb toch nooit op vakantie. Met mijn ouders dan. Misschien wel met vrienden. Iedere keer wel mee naar Rome. Nee, dat vind ik nou iets ver. Met Dirk. Alsjeblieft niet. Ah, dat is een goed gamepje hoor. Dat is een goede bedoeling. We moesten video editen. Jongens, dat was weer deze aflevering van Aram met Nick en Ben. En Emiel kwam middenin ook even langs. Willen jullie meer van ons zien? Laat dan een blauwe duimpje achter. Laat dan een duimpje omhoog achter. Een blauw duimpje, die vind ik wel sapper. En subscribe dan op het kanaal. Een blauw duimpje, vind ik mooi. Een blauw duimpje. Een blauw duimpje, die vind ik echt mooi. Nou, doei!